Het is vandaag woensdag 24 april 2013 en ik ben op de weekmarkt in Leperstraat. En ik sta hier voor de mobiele viskraam van Van den Hoven. En we gaan dus een plaatje maken met de uitbater hiervan. Maar je bent zelfstandig ondernemer. Ja. Deze mobiele kraam, een prachtige kraam overigens, die is, dat is jouw eigendom en daarmee trek je ja, elke dag op, ga je op pad. Ja. En wat zijn je standplaatsen zo een beetje? Ik sta 2 dagen in de week sta ik in Hoek Zwart in Elbeiland. Mm-hmm. Ik sta morgen, dus woensdagochtend sta ik in Dinteloord, woensdagmiddag hier in Leperstraat. Donderdagmorgen sta ik in Heerlen en vrijdag sta ik dan in Reuzendaal. Dan dinsdag en zaterdag in Elbeiland. Ja. En ja, hoe ben je in deze branche terechtgekomen? Is dat van huis uit dat jouw ouders of familieleden daar ook mee bezig waren? Ja, dat klopt. Mijn vader die is die heeft een groothandel in vis. En zo ben ik er ook een beetje in gerold. Ja, ja. Dus dat is van vrij kort. Als kind ging je dan mee naar de afslag en dan word je dat een beetje bijgebracht. Maar dit is ontzettend interessant werk ook, want je komt elke dag bij ergens anders. En, ja. Allerlei mensen zie je natuurlijk, ja, maar rangen en standen. Precies. En, ja, standplaatsen verschillen nogal, ook qua mensen die, van hoe ze zijn. Mm-hmm. Het is gewoon heel interessant, je maakt altijd wel wat mee. Ja. Iedere standplaats benader je de mensen weer anders. En op iedere andere standplaats verkoop je ook weer andere artikelen. Dus. En heb jij, ja, je hebt waarschijnlijk ook veel wat je noemt vaste klanten die elke keer weer terugkomen bij je. Ja, klopt. Er zijn gewoon wekelijkse klanten die komen. En het gebeurt ook heel vaak als ze op zaterdag wat bestellen, dan wordt dat zaterdagmiddags gratis thuis afgeleverd. Oh ja. Dat is dan een stukje service van ons uit. Mensen betalen gewoon alleen de kosten van de vis en dan de service is van ons. Nou, dat is mooi. Dus dat bestrekt eigenlijk van zeg maar vanaf Nederland. Tot aan Sint-Willibrord en vanaf Willemstad tot aan Hoogrijden. Ja, ja. Dat is een beetje mijn bestrijdingsgebied. Ja. Alles wat er tussendoor zit, dat pak ik mee. En je bent gevestigd in Tholen? Gevestigd. Ja. Ja. En de naam La Mer, spreek je dat goed uit? Ja, La Mer, zeevishandel. Ja, La Mer. Ja, de zee, hè? Ja, de zee. En, ja. Maar waar haal jij je vissen vandaan? Ik koop heel veel rechtstreeks van boord. Mm-hmm. Dat is eigenlijk. Afspraken met beroepsvissers. Ja. En dan donderdagsmorgens, dinsdags en donderdags ga ik de Tolijns plaat op. En smorgens vroeg laat ik daar mijn vis op. En dan ga ik thuis, laai ik mijn wagen af en ik ga naar de standplaats. Vrijdags wordt het voor mij ingekocht. Dat doet mijn vader dan. Die zit dan op Stemmelman. Ja, ja. Ja, het is een heel apart product. Hè. Je kan het, je moet het eigenlijk altijd vers hebben. Ja. Want je kan niet zeggen, nou dat sla ik eens een weekje op, dat gaat niet. Nee, dat gaat hem niet horen. Dat is moeilijk om ook in te kopen, om dat een beetje in te schatten, of valt het nog mee? Het valt wel mee, want je kijkt sowieso natuurlijk, als het koud weer is, dan weet je dat je meer gebakken vis koopt. Ja. En is het warm weer, een zomerweertje, dan ga je wat meer naar de barbecue gerichte artikelen. Mm-hmm. En door de week verkoop je iets minder luxe artikelen dan dat je het weekend doet. Ja. Dus. Want wat is nou het meest gevraagde product wat jij verkoopt? Toch wel gebakken vis, kibbeling en lekker bekjes. Ja, ja. Ja, dat is het meest gangbare artikel. En in de weekenden verkoop ik gewoon heel veel verse vis, maar dan heb je ook een heel groot verscheidenheid. Nou. Mm-hmm. Het weekend door de week heb ik gewoon een standaard vitrine. Ja. En is de handel, ja, is het een beetje goede handel? Merk je dat de mensen ja, niet beknibbelen op het kopen van vis? Toch wel, ze kopen de vis, blijven sowieso kopen. Mensen komen in plaats van 2 keer of 1 keer in de week, komen ze of om de week. Ja. Dus maar de vaste klanten die hou je gewoon vast. En als ik nou kijk naar de jaren vanaf 2010 tot aan het afgelopen jaar, zit er toch nog een serieuze stijgende lijn in. Ja, ja. Dus wat dat betreft mag ik zeker niet klagen. Nee. Want ja, vroeger was het in de katholieke steken vrijdag visdag. Ja. Maar daar merk je weinig meer van? De wat kleinere dorpen, daar nog wel. Ja. Waar je nog echt een kerk hebt, net als Nero, merk je dat gewoon dat ze donderdags de vis kopen voor vrijdag. Ja, ja. En ja, dat merk je gewoon. Mm-hmm. Dat nog steeds wel, toch in die kleinere dorpen, in die grote steden niet meer, net als in Roosendaal of zo, merk je dat eigenlijk. Nee. Ja, je bent al ontzettend goed toegerust met deze mobiele ja, kraan, zoals ik kunt zeggen. Maar dat is een behoorlijke investering, denk ik. Ja, er staat ook voor een huis staat er hier wel. Ja. Er staat hier voor een huis staat er wel. Ja.
Ja, wat dat, en dat moet, je, ja, dat moet terugverdiend worden, hè? Dat, daar gaat het om. Dat is het belangrijkste, dat het terugverdiend wordt. Want dit is een wagen, merk Peugeot, zie ik er goed staan. Ja, klopt. De motor, en, maar wie bouwt nou zoiets? Deze is gebouwd bij Van Waarde uit Goes. Ja. Maar je hebt er nog veel meer BK-trailers, zo heb je dan veel meer ISOCAP. Mm-hmm. Ja. Maar ik heb gekozen voor Van Waarde eigenlijk omdat het dichtst bij zijn huis is. Dus als er iets aan de hand is, zijn ze veel sneller op locatie. Ja, natuurlijk. Dus, daar komt weer een klant, dus help die eerst maar even. Hallo, ik wilde graag een zoenen pakken. Ja, welke? Ik heb een Indian curry, provinciaal en een het liefst die het middelste. Ja. U komt hier geregeld een keer een visje kopen? Ja, inderdaad. Inderdaad geregeld, niet per se elke week, maar ja, toch wel. Ik ben toch wel regelmatig klant, hè? Ja. En u woont ook in de buurt waarschijnlijk? Ik woon in de buurt. Ja. Ik woon dan net buiten het dorp. Oh ja, ja, dan is het wel handig hè, dat je weet ja, dat... zonder meer. Op woensdag we hier... mooie spulletjes, mooie lekkere visjes. Ja. Ziet er altijd gezond en fris uit. Ja, en voor ieder wat wils volgens mij. Dat klopt. En wat heeft u nou gekocht, als ik zo brutaal mag zijn om te vragen? Lekkere zalmoten, bij de asperges. Ah, juist. Nou. Ik ga er wel smullen vanavond. Dat wordt lekker, ja. Fijne vakantie. Ja, bedankt. Ja, en met zo'n prachtige wagen, dan moet je toch zelf denk ik aangeven bij de constructeur wat je precies wil en wat er allemaal in moet. Ja, dat klopt. Maar deze wagen is ook onder architectuur gebouwd. Er zit een bedrijf in België, die specialiseert in verkoopwagens. Mm-hmm. En die doet dus eigenlijk van begin af aan tekent hij een wagen uit. Aha. En dan wordt het helemaal op plan gezet. En dan maakt bij Van Waarde dan in dit geval die werken hem uit. Dat is gewoon naar eigen smaak. Ik had ook gevraagd dat we ook in het middenbouw. Dat wil ik dus graag in het midden hebben, omdat ik dan aan twee kanten alles het overzicht heb. Ja. Ik heb een tropenkoeler erop staan, zodat ik ook met 30 graden in principe mijn temperatuur kan behouden. Er zit een dual plaat in, zo'n voorgekoeld achterkoeling en verdampkoeling. Dus ik kan alles apart regelen, omdat ik gewoon dus als vereiste heb. Ja. Ja, voor de rest bepaalde verlichting wat ik er graag in wil hebben. En daar wordt dan een rekening mee gehouden. En de kleuren? En de kleuren. Ja. De kleuren. Ja. Dat ziet er heel aantrekkelijk uit. Want... Ja, hoeveel jaar kun je nou met zo'n wagen vooruit, denk je? Normaal gesproken doe ik daar, ik wil er 10 jaar mee doen. Ja. Dan houdt het ook wel een heel eind op, hoor. Ja, ja. En dan moet, moet je hem eigenlijk terugverdiend hebben dan met een klein plusje erbovenop als het kan. Ja, maar dat wordt, maar dat gaan we overal binnen af. Dus als het wil kan blijven draaien, dan dat ja. Ja. En dat, ja, maar kijk, wij zien hier je staan, maar dat is maar het halve werk, denk ik. Hè? Want als je thuis komt, dan moet dat allemaal weer gegroepeerd worden, opgeborgen, ja, dus schoongemaakt. Ja, wij halen eerst eigenlijk alles eruit. Mm-hmm. Zoals mijn koelcellen, mijn vitrines, de olie die eruit komt, die gaat eruit. Er wordt alles gesopt. Eerst doen we eerst alles uitspuiten, wordt aangetrokken. Dan gaan we met desinfectant erin. Daarna met sop. En dan trekken we alles schoon weer. En dan gaat alles uit en dan wordt het volgende beginnen weer vervolgd aan met laaien. En dat begint als iedere dag hetzelfde verhaal. Iedere dag hetzelfde verhaal. Dan begint jouw dag waarschijnlijk behoorlijk vroeg. Mijn dag begint behoorlijk vroeg, ja. En mogen we weten hoe vroeg? Een beetje afhankelijk van welke waar ik sta. Ja, natuurlijk. Maar het gebeurt ook wel dat gewoon soms om 4:15 Ja, ja, ja. En dan om alles weer netjes in orde te brengen. Ja, ja. Dus we zien eigenlijk maar een topje van de ijsberg maar als hij hier staat. Er komt veel meer bij kijken natuurlijk. Er komt meer bij kijken, ja. Ja, klopt. Nou, prachtig. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel. En nou, zolang de mensen maar vis blijven eten, komt het wel goed. Dan komt het wel in orde. Ja, vis is gezond. Ja. Zonder twijfel. Absoluut. Dankjewel. Ja, graag gedaan.